Goedemiddag allemaal. Ik was een beetje laat, omdat ik de trein anders zag rijden dan ik gedacht had. Herkenbaar zo te zien aan uw reacties. Dus vandaar dat het een heel klein beetje dat ik zo binnenkom. Maar gelukkig toch op tijd. Ik heb eerder een keer voor de Net-Nek-vereniging mogen optreden. Dat vind ik een eer. En ja, het is toch een gek woord. Ik vind het leuk om te doen. Maar ik benijd de mensen die misschien behept zijn met deze ziekte. Die benijd ik natuurlijk niet. Het is opvallend als je gaat kijken naar de verhoudingen tussen het aantal mensen dat hier zit en het aantal mensen dat beneden zit. Ja, dat geeft natuurlijk toch precies aan waar we het over hebben. Het NET, de neuroendocrine tumor, is verhoudingsgewijs veel meer frequent voorkomend dan een nek. Ja, dat is misschien een beetje een blessing in disguise, want een nek is toch een hele andere ziekte dan een NET. Daar wil ik u vanuit mijn perspectief een heel klein beetje in meenemen. Ik vind het aan de andere kant veel belangrijker en het aantal mensen dat hier bij elkaar is, is klein. Dus ik hoop dat u zich absoluut niet gehinderd voelt om mij te onderbreken. Dingen aan mij te vragen, maar ook vooral dingen met mij te delen. Want ik kan net zoveel van u leren als misschien u van mij kunt leren. Vanuit de eerdere voordracht die ik heb mogen houden, heb ik nog een aantal vragen opgesteld, zoals die destijds aan mij gesteld zijn. Daar wil ik u ook mee doorheen nemen. Misschien past het bij de vragen die u nog bij u heeft. En als u meer en of andere vragen heeft, at any time, laten we daar met elkaar over praten, want dan is het voor u, en het gaat om u en het gaat niet om mij, misschien een middag waar u ja, wat aan heeft en waar u straks op terug kunt kijken. Goed, u heeft met mij kennis gemaakt. Ik ben Ferry Eskens. Ik werk in het Erasmus MC, een van de ENETS Cancer Expertise Centers. En dat is natuurlijk ook de reden dat ik enige bekendheid heb met deze ziekte. Belangrijke vraag, denk ik, voor vandaag is, waar staan we nu? Waar staat misschien u nu, qua behandeling, qua kennis, qua inzicht? En ja, zijn er nieuwe ontwikkelingen? Wordt het anders? Natuurlijk hopen we altijd weer. Wordt het beter? Dat zijn de dingen waar ik u mee wil nemen. In tegenstelling tot een neuroendocrine tumor is een neuroendocrine carcinoom een ziektebeeld waar eigenlijk alleen maar chemotherapeutische behandelingen in de standaard situatie voor denkbaar zijn. Dat is, durf het u niet persoonlijk te vragen, maar ik kan me zomaar voorstellen dat er misschien mensen zijn die dat meegemaakt hebben, die dat ervaren hebben. Ja, zie ik een aantal mensen knikken. Nou, dat praat in zoverre dan natuurlijk ook wat herkenbaarder en wat makkelijker. Dat zal u misschien niet meegevallen zijn. Dat zijn over het algemeen toch pittige, zware behandelingen. Nee. Niet meegevallen of wel? Wel meegevallen. Ja, doorheen gefietst. Ja. Doorheen gefietst? Ik ga mijn praatje herijken. Misschien dat we daar gewoon, als u dat goed vindt, ik wil daar graag over met u en met de andere mensen gewoon praten. Ik ben niet degene die bepaalt wat u met de andere mensen wilt delen. Dat laat ik heel graag door u bepalen. De overwegingen waar natuurlijk over gesproken wordt, is wat zijn er nou eventueel nog voor andere opties? En voegen die iets toe? Zijn die beter? Komen die bij? Komen die naast? Komen die in plaats van chemotherapie? En dan zou je kunnen denken aan de radioactieve lutaatbehandelingen, zoals die bij het NET heel veel gegeven worden. En ik kom uit een centrum waar we dat, ik zou bijna zeggen per liter geven. Rotterdam is natuurlijk een van de grootste centra qua PRRT. Natuurlijk, de moderne oncologie, de targeted therapy, wat een vreselijke kreet is, want het zegt helemaal niks. Maar dat zijn 20 jaar geleden benoemd de nieuwe middelen tegen kanker. Spelen die een rol bij NEC? En ja, een woord waar je niet aan kunt voorbijgaan heden ten dagen is, wat kan immunotherapie? Wat verstaan we daaronder? En wat kan immunotherapie in zijn algemeenheid, en natuurlijk met name toegespitst op uw situatie, wat zou dat voor u kunnen betekenen? Voor zover u het niet weet, want over het algemeen zijn de mensen met neuroendocrine tumoren en neuroendocrine carcinomen buitengewoon goed op de hoogte van hun ziekte. Dat praat voor mij als behandelend oncoloog natuurlijk ook vaak een stukje makkelijker. Maakt ook dat de discussies vaak op een wat ander niveau kunnen plaatsvinden dan dokter, wat heb ik nou en wat gaat u nou voor mij doen? Maar goed,
kan misschien toch nog een heleboel dingen kunnen onduidelijk zijn. Waar praten we over? Het is een diagnose die zoals alle diagnoses wordt gesteld door de patholoog nadat er bij u ergens een biopt is afgenomen. Nadat u bij de arts bent gekomen, vanwege klachten, ongemak, verschijnselen. En het is de patholoog die bepaalt of u vandaag op de eerste etage zit, hier. Of dat u eventueel op de begaande grond had gezeten. Of dat u hier überhaupt niet had hoeven komen. Neuroendocrine carcinoom is een agressieve vorm waarbij de grens tussen tumor en carcinoom, dus tussen net en nek, de afgelopen jaren een beetje opgeschoven is. Ja, zeker. Het verschil tussen een carcinoom en een tumor. Een carcinoom is volgens mij ook een tumor. Ja, klopt. Dat zit allemaal, dat noemen we een beetje inderdaad de semantiek. Hoe noem je het probleem en wat betekent het? Uw vraag gaat terug naar de essentie, namelijk is het kwaadaardig, ja of nee? Zowel een net als een nek, en een nek veel meer dan een net, zijn kwaadaardige aandoeningen. Kanker. Bij de net, over het algemeen, kunt u als patiënt, kunnen wij als arts, een beetje rustig aandoen. Want dat wil zich nog wel eens uitstrekken over jaren. Dat gaat wat langzamer, dat gaat wat trager. Daar heeft... Zegt u? Als een wait and see. Daar kan heel vaak wait and see worden gepropageerd. Dat wil zeggen, als je met elkaar daar kritisch over nadenkt en het kritisch kunt vervolgen, en je weet dat het een laaggradige net is, maar een beetje kanker, dat bestaat natuurlijk niet, maar dat je een tumor hebt, een kwaadaardige ziekte, die zich waarschijnlijk heel langzaam ontwikkelt, dan kan het zijn dat de behandeling je meer kwaad doet, hoewel de behandeling voor een net over het algemeen redelijk goed wordt verdragen door patiënten. Maar het kan zijn dat je toch last van een behandeling krijgt. Dat weet je natuurlijk pas als je het begint. Maar een net kan heel goed, en ik vind dat zelf een hele belangrijke optie om met mijn patiënten te bespreken, inderdaad middels wait and see vervolgd worden. Het kan soms heel lang, heel stabiel blijven. Ja, wat kun je dan beter doen dan als arts gewoon je handen thuis houden? Bij nek is daar geen sprake van. En nogmaals, het verschil tussen net en nek, beide kwaadaardige aandoeningen, dat verschil wordt bepaald door de patholoog. En daar hadden we internationaal, want nogmaals, wij in Rotterdam en zij in Amsterdam en wij in Nederland en zij in de rest van Europa en wereldwijd, moeten we natuurlijk proberen dezelfde taal te spreken. Hebben we internationaal geaccordeerde criteria om te zeggen wat is het en hoe kwaadaardig is het en valt het binnen de net of valt het binnen de nek. Het bijzondere is dat die grenzen dus een klein beetje zijn opgeschoven. En ik ben daar eigenlijk wel een beetje blij mee. Ja, voor zover je met dit soort ziektebeelden ooit blij kan zijn. Omdat de laaggradige nekken met die delingsactiviteit, want zo noemen we dat, die proliferatieindex, die MIB, allemaal getallen. Maar we weten dat iemand met een nek met een MIB van 20, dus zeg maar een beetje wat wij dan wel eens oneerbiedig noemen, een slome nek, dat die patiënt een totaal andere ziekte heeft dan iemand met een nek met een delingsactiviteit van 80 of 90. Het zijn echt verschillende ziektebeelden. En die werden tot voor kort als één continuum beschouwd. Nou, daar zijn we een beetje in opgeschoven. U ziet dat de grens zo'n beetje nu dan bij die 30 ligt. En dan heb je, voorheen hadden we een net graad 1 en een net graad 2. Nou, heel simpel, dan bouw je het om tot een net graad 3. En ik denk wel dat een net graad 3, en dat noemen we dan eigenlijk weer een lelijke net, maar toch nog steeds een totaal ander ziektebeeld is dan een nek met zo'n delingsactiviteit van 80 of 90%.
En dat komt ook terug in een aantal mogelijkheden dat je hebt voor behandeling. Nou, over het algemeen, als je inderdaad een echte nek hebt, dan praat je dus over die delingsactiviteit, die index van 50 of hoger. Kan een net een nek worden? Heel soms. Ik heb het zelf een paar keer gezien. Waarbij mensen inderdaad, laten we voor de beeldspraak een beetje aanhouden. De mensen beneden en de mensen hier. De mensen beneden toch op enig moment ziekteontwikkeling meemaken. Waardoor het karakter van die ziekte zich heel duidelijk verandert. Ja, en als je een nieuw biopt neemt. Een nieuw hapje tumorweefsel. Dat is de enige manier waarop je dat kunt vaststellen. Inderdaad soms kan laten zien dat het echt helemaal aan het ontsporen is. Aan het dedifferentiëren is. Ja, en je dan van de netbehandeling soms naar een nekbehandeling moet overstappen. Het komt niet heel veel voor, maar zoals altijd, je kunt altijd zeggen, ik heb het wel eens gezien. Het is altijd iets waarbij je op het moment dat je denkt, het gaat anders dan ik had gedacht, dat je daar wel degelijk rekening mee moet houden. Nou, dit heb ik maar even meegenomen, omdat ik u toch even wil laten zien. Ik heb gezegd, die patholoog, dat is toch degene die ons echt moet leiden. Nou, dat is een mooie woordspeling vandaag. Naar wat we bij de hand hebben, wat de patiënt heeft. En wat je eigenlijk dus ziet, is dat het van vrijwel niet bruin, even heel simpel samengevat, naar een pietsie bruin, naar hartstikke bruin gaat. Dat is eigenlijk de kleuring die de patholoog doet om dus die delingsactiviteit van die kankercellen te proberen te objectiveren en te kwantificeren. Nou, en als de boodschap inderdaad is hoe bruiner, hoe slechter, nou, dan ziet u dat daar natuurlijk een heel duidelijk verschil is tussen deze drie zeg maar, tumorbiopten. Dat is even gewoon om te aanschouwelijk te maken wat de patholoog ziet, waartoe hij tot een rapport komt en waarmee u en ik aan de slag moeten. Goed. Als het niet duidelijk is, als u zegt, ik snap het niet, ik ben los, ik kan je niet meer volgen, alsjeblieft, ik ben vrij om de andere dia's te laten rusten en met u het gesprek aan te gaan. Wat, en het is bij die neuroendocrine tumoren en neuroendocrine carcinomen. Alles is semantiek, alles zit in de wording hoe je zo'n tumor noemt. Want hoe vaak krijgen wij niet een uitslag van een patholoog, ik zie een gewoon carcinoom, het is maar wat je gewoon vindt, met enige neuroendocrine kenmerken. En dan is er altijd de vraag, is dat nou een nek ja of nee? Het antwoord is nee. Iedere vorm van kanker kan wat van die neuroendocrine kenmerken bij zich hebben. En als je, misschien dat ik even hier wat makkelijker kan kijken, page up. Ik denk dat dit hem is. Ja, stel dat je een heel typisch, doet de muis het? Nee, ja, daar is die. Dat als dit een klassiek darmkankergezwel zou zijn. En je ziet een paar van die plekjes, maar de rest van de structuur past veel meer bij gewone darmkanker. Dan zou een patholoog kunnen zeggen, het is een adenocarcinoom. Maar ik zie wat kenmerken die wat neuroendocrine kleuring laten zien. Nogmaals, dit is een neuroendocrine tumor, dus het is anders. Maar binnen de structuren en binnen de velden die de patholoog kan zien, het is niet altijd allemaal zwart-wit. Een beetje van dit en een beetje van dat, dat kan aanwezig zijn. Maar voor misschien nu, en om het ook niet al te ingewikkeld te maken, moet je in zijn algemeenheid wel stellen dat een neuroendocrine carcinoom echt, poef, zo vastgesteld, echt een ander ziektebeeld is dan een gewoon carcinoom, gewoon met neuroendocrine kenmerken. U bent gelukkig met weinig hier. U bent een zeldzame patiënt in Nederland.
met een neuroendocrine carcinoom. Voor degene die het ongeluk heeft dat bij zich te hebben. Want als je gaat kijken wat we ervan weten, nou, kun je heel lang en heel kort rekenen. Ongeveer, en dat is natuurlijk altijd een ruwe schatting, 200 nieuwe patiënten per jaar. En u ziet daar beneden nog een aantal uitsplitsingen staan waar je dan nog vaak afzonderlijk naar kijkt. Zelfs binnen die groep van de nekken is er nog een aantal accentverschillen, een aantal nuanceringen aan te brengen. Meer van theoretisch belang dan dat het voor u als patiënt direct heel veel consequenties heeft. Maar het aantal vastgestelde nieuwe patiënten, zeg maar, met een neuroendocrine carcinoom is dus heel beperkt. De echte nekken. Want 90% van de neuroendocrine carcinomen zijn een bepaalde vorm van longkanker. Het kleincellig longcarcinoom, dat heeft ook kenmerken van een neuroendocrine carcinoom. Maar ziet er onder de microscoop duidelijk anders uit en presenteert zich ook heel anders dan veel van de andere nekken. En als die 200 mensen bij de dokter komen, hoe kom je tot de diagnose? Nou ja, er is maar één manier leidend en dat is dat biopt. Ik zeg altijd voor mijn studenten, tissue is the issue. Je kunt wel denken, je kunt het geloven, je kunt het menen dat het is. Maar zo kun je niet werken. Je moet het weten. Want het heeft zo verduveld veel consequenties. Veel van de neuroendocrine carcinomen vinden hun oorsprong in het maag-darmstelsel. Los dus van die specifieke groep van longkankers. De andere niet-kleincellige longcarcinomen, maar neuroendocrine carcinomen, los van de darmstelsel, ook nog wel in de long. Maar het merendeel bevindt zich in de, ja, wat wij noemen, maag-darmtractus. En de maag-darmtractus, ja, die begint feitelijk in de slokdarm en die eindigt achteraan. Dus daar zitten veel organen tussen. De alvleesklier is ook een bekende, waar neuroendocrine carcinomen, meer nog de neuroendocrine tumoren, de neuronek van de pancreas, is echt wel een rode haring. Maar het kan wel. Ja, het kan en ik heb het gezien. Hoe doen we de diagnostiek, los van het materiaal wat we onder de microscoop bekijken? Nou, als er natuurlijk klachten zijn die doen denken aan een tumor uit het maag-darmstelsel, dan zullen we daar met een endoscopie naar moeten kijken. Eventueel daar ook het materiaal vandaan halen om onder de microscoop te leggen. En uiteraard, ik ga ervan uit dat u dat allemaal herkent, dat er PET-scans, CT-scans, dat soort onderzoeken gebeuren. Altijd is weer de vraag, is nou het modernste, het nieuwste, het beste? Ik weet niet of het woord gallium dotataat PET-CT-scan u iets zegt. Het is altijd mijn favoriete, hoe heet dat, Scrabble-woord. Ik heb erop geoefend om het goed te kunnen uitspreken. Als je al weet, vaak heb je al ergens een biopt vandaan gehaald. Als je al weet dat het een nek is, is er voor die gallium dotataat PET-CT-scan feitelijk geen standaard plek. En het lastige, want alles wat ik zeg, hoop ik dat op waarheid berust, maar alles wat ik zeg kun je altijd betwisten. Want het nare en het lastige, los van het feit van de diagnose uiteraard, bij een nek is dat er altijd vormvarianten denkbaar zijn. Het is bij een nek en bij een net nooit, nooit en nooit altijd. Dat maakt het soms wel heel ingewikkeld. En dan wordt er een PET-scan gemaakt en dan zie je wel dat die positief is. Belangrijk overigens is te onderscheiden, het wordt een technisch verhaal, maar ik wil het u toch even meegeven, dat die gallium dotataat PET-CT-scan iets heel anders onderzoekt dan een gewone PET-CT-scan. Nou, als ik u nu niet kwijt ben, dan weet ik het ook niet. Maar je hebt dus allerlei soorten PET-CT-scans. En in feite kun je zeggen, wat maakt een PET-CT-scan nou anders dan een gewone CT-scan? Die vraag kun je misschien ook nog wel eens hebben. Nou, dan ga ik die gelijk voor u proberen te beantwoorden. Een gewone CT-scan
is heel simpel gezegd gewoon een plaatje. Dat is een statisch onderzoek. Dat is gewoon foto's maken. Een PET-scan, of het nou een gewone PET-scan is of een gallium dotataat PET-CT-scan. En je hebt tegenwoordig heel veel meer soorten PET-scans. Een PET-scan meet iets in de tumor, namelijk wat wij noemen de metabole activiteit. De delingsactiviteit, de hitte, de activiteit. Daarom kan een PET-scan ook worden beschouwd als een vorm van een functioneel onderzoek. Naast dat het een plaatje is. Je kunt een PET-scan maken zonder CT-scan. Maar dan wordt het vaak heel ingewikkeld. Want dan kun je het ruimtelijk niet goed plaatsen waar je dan de activiteit zou kunnen zien. Natuurlijk kun je zeggen het zit in de longen of het zit in de botten of het zit in de lever. Maar stel dat je echt op zoek bent naar specifieke lokalisering. Dan moet je, en dat ziet u ook eigenlijk staan, die statische en die dynamische beeldvorming eigenlijk altijd met elkaar combineren. Dat geeft je de meeste informatie. Eigenlijk, omdat het allemaal foto's zijn. Die PET-scan is niet schadelijk voor het lichaam. Een PET-scan zonder CT-scan maakt veel minder gebruik van radioactieve straling. Maar een PET-scan zonder CT-scan levert eigenlijk geen optimale informatie op. Maar een PET-scan gecombineerd met een CT-scan... Het wordt een technisch verhaal, maar ik wil het u graag proberen te beantwoorden. Daar gebruiken we dan weer, volgende kreet, een zogenaamde low-dose CT-scan voor. Lage dosering, dat is een lage dosering van radioactiviteit. Wat ook weer maakt dat de low-dose CT-scan van de PET-CT-scan, heb ik u nog? ontzettend lastig te beoordelen is. Maar de toegevoegde waarde van de PET-CT boven de gewone CT is dus eigenlijk dat PET-stuk. En ik denk dat je in zijn algemeenheid, vind ik het heel moeilijk om te zeggen of een PET-CT-scan minder schadelijk zou zijn dan een gewone CT-scan. Ik wil het heel graag wel in perspectief voor u plaatsen, want ik denk dat het maken van een CT-scan bij het hebben van deze ziekte geen toegevoegde schadelijkheid met zich meebrengt. Laten we daar ook realistisch in zijn. Ja, heb ik uw vraag daarmee een beetje kunnen beantwoorden? Ja? Maar ik had ook nog een vraag. Ja, graag. Ik begreep van een PET-scan, heb ik tenminste begrepen, dat ze daar ieder ontsteking in je lichaam, dat registreert. Dus niet eventueel alleen dus een kankercel en de ontwikkeling daarvan, maar ook bijvoorbeeld een ontstoken haarzakje. Ja. Dus dan wordt het toch heel moeilijk voor de radioloog om te zeggen van ja. Ja, okay. Dank u wel voor uw vraag, want dat is volstrekt juist. Ook dat kun je allemaal weer prachtig vangen in begrippen, namelijk sensitiviteit, de gevoeligheid, versus de specificiteit. Wat zie ik nou eigenlijk? Als u een PET-scan maakt van uw hoofd, dan is dat knetterpositief. Want ons brein gebruikt enorm veel glucose om te functioneren. Daarom is het maken van een PET-scan om hersenuitzaaiingen op te sporen echt een volstrekt belachelijk iets. Want dan heb je wat je noemt achtergrondstraling. Je brein neemt heel veel op, dus dat wordt een fantastisch lampje. Dus daar kun je met een PET-scan helemaal niks zien. Het klopt, als u inderdaad een ontsteking bij u heeft. Een blinde darm kun je in principe, blinde darmontsteking kun je prima vangen op een PET-CT-scan. Dat doen we om allerlei redenen doen we dat niet. Maar uw vraag is terecht. Je kunt dingen op een PET-CT-scan zien die niks met kanker te maken hebben. Dat is denk ik een beetje de basis van uw vraag, hè? Ja. Daarom zou je kunnen stellen dat bij mensen niet met de nek, maar met de net die gallium dotataat PET-CT-scan, die gebruik maakt van een bepaalde receptor en die alleen maar die receptor opspoort en laat aankleuren, dat die dat probleem inderdaad voorkomt. Dus die is wat specifieker. Heel theoretisch, maar uw vraag is heel terecht.
Daar worstelen we altijd mee. Is wat we zien nou hetgeen wat wij vrezen? Namelijk kanker. En daar kun je soms je lelijk in vergissen. Klopt helemaal. Maar meestal heb je natuurlijk al wat meer informatie. En kun je dat als het ware wel proberen te wegen. Oké. Ik wou met u even gaan langs een aantal vragen dat mij, wat ik al even stelde, vanuit vorige bijeenkomsten gesteld was. Nogmaals, als u andere vragen heeft, ik hoor het heel graag van u. Bij mijn laatste scan is inderdaad mijn hoofd meegescand met de PET-scan, maar wat heeft dat dan voor zin? Geen. Oké. Geen. Maar een PET-scan werkt nou eenmaal, ja weet je, die werkt gewoon van kruin naar je, nou in principe niet naar je teen, want die houdt, ja. Die zit er gratis en voor niks bij. Maar en ik zag het beeld inderdaad en dat was helemaal, ik denk ja, volgens mij zie je daar toch niks op. Nee, nou gelukkig dat het nog heet was, want dat is heel belangrijk. Nee, maar inderdaad, het andere manier om ook nog uw vraag te beantwoorden is, gaat een nek heel vaak gepaard met hersenmetastase? Vreemd genoeg, want het is toch vaak een echt agressieve tumor, zien we hersenmetastase opvallend weinig. Maar als er inderdaad een PET wordt gemaakt, zul je daarmee 10 tegen 1 niet vinden. Ja, dat zijn natuurlijk hele essentiële vragen. Hè? Wat kan er nou aan mijn ziekte gedaan worden? Kan ik geopereerd worden? Kan ik genezen? Dat kan natuurlijk alleen maar als het heel gelokaliseerd is. Een uitgezaaide nek gaat niet geopereerd worden. Altijd weer uitzonderingen te bedenken. Maar in essentie is een nek helaas zo'n agressieve tumor dat in geval van uitzaaiingen er op geen enkele wijze bewezen toegevoegde waarde is van operaties. Anders kan het zijn als je bijvoorbeeld een darmtumor hebt die de zaak helemaal dichtdrukt. Maar dan doe je misschien een operatie om een klacht te voorkomen. Palliatieve operatie. En die kan buitengewoon relevant zijn. Want zonder dat loop je vast en kun je alle andere behandelingen ook niet aan. Maar een gemetastaseerde nek opereren is een no-go. Wat nog wel eens voorkomt, is dat we dachten dat het een gewone darmtumor was. Een gewone slokdarmtumor. Een gewone maagtumor. En dat bij nauwkeurig onderzoek van diezelfde patholoog weer na de operatie, het blijkt dat het een neuroendocrine carcinoom was. Dat zien we eigenlijk tegenwoordig vrijwel nooit meer, zo'n toevalsbevinding. Want er is altijd materiaal afgenomen voor de operatie. Laat dat dus een beetje de algemene guideline zijn. Dus meestal weten we het wel. En ook de patologen. Want dat is waar in de net- en nekvereniging natuurlijk altijd erg op wordt gehamerd. Je moet naar dat expertisecentrum, want daar weten ze er meer van. In essentie is dat waar. Maar het allerbelangrijkste is weer die patholoog. Wat ik kan, is niet zo moeilijk. Als ik maar weet wat ik bij de hand heb. Als ik maar weet wat u als ziekte heeft. Patholoog is leidend. Een nek van de alvleesklier, is in hoeverre is een operatie zinvol? Ja, als het een toevalsbevinding is, we zien een tumor in de alvleesklier en we denken dat die te opereren is, dan is het antwoord ja. Als je dus geen uitzaaiingen hebt. Maar de kans op een toevalsbevinding nek in een alvleesklier zonder uitzaaiingen, heb ik niet zo vaak gezien. Wat veel mensen vragen is, ja, misschien hè, heb ik uitgezaaide ziekte. Had dat nog voorkomen kunnen worden? Is er, als je bij toeval een nek vindt, of als je een nek vindt die beperkt was tot één orgaan en er is een operatie mogelijk geweest, is het zinvol om aansluitend op die operatie chemotherapie te geven, om als het ware te investeren in je toekomst en te kijken of de ziekte daarmee niet terugkomt? Aanvullende of adjuvante behandeling noemen we dat. Dan moet ik helaas heel kort en bondig zijn. Er zijn geen overtuigende bewijzen voor dat dat zinvol is. Nee, er is altijd weer iets te bedenken. Zo ingewikkeld is het dan ook wel weer.
een kleincellig carcinoom van de baarmoedermond, van de cervix. Daar zijn hele kleine series dat na een baarmoederoperatie er dan aanvullend, soms zelfs chemotherapie gecombineerd met radiotherapie, met bestraling wordt gegeven. Een grote studie die echt overtuigend aantoont dat dat beter is dan niets te doen, die hebben we niet. Maar soms wordt ook de dokter, en ik probeer daar heel ver van te blijven, geleid door wat hij denkt, wat hij hoopt of wat hij gelooft. En dat is geen goede leidraad om patiënten te behandelen. Ik denk dat als je iets doet, dat je er een bewijs voor moet hebben. Of dat je er een studie voor moet doen. Zomaar iets gaan doen om te zeggen, ik denk dat het beter is voor u, vind ik geen goede weg. Altijd een lastig begrip, dat onderste regeltje. Inductiebehandeling, wat bedoel je daar nou weer in hemelsnaam mee? Had u misschien al een beetje naar zitten lezen, dat u dacht, van daar gaat hij het vast over hebben. Het zou wel eens voor kunnen komen, en het komt voor, dat bij iemand, en toevallig, geloof het of niet, gisteren een patiënt gezien met een slokdarmtumor, best een grote, geen uitzaaiingen, bewezen dat het een nek was, delingsactiviteit van 90, daar kreeg je wel, krijg ik er toch altijd een beetje benauwd van, want dat is een kwaaie rakker. Technisch zou bij die patiënt de slokdarm er nu uit kunnen worden geopereerd, eruit gehaald worden, vind ik altijd een beetje onaardig klinken. Maar die patiënt heeft een goede conditie, dus hij is operabel en zijn tumor is resectabel. Die zouden we technisch gesproken eruit kunnen vissen. En toch doen we dat niet. Omdat we weten dat na die operatie er geen enkel bewijs is dat we zinvol chemotherapie zouden kunnen geven. Dus dan zou je echt zeggen, ik vis hem eruit en ik hoop er het beste van. Dat is geen verstandige weg. Omdat het zo'n kwaaie rakker is. Die patiënten geven we eerst chemotherapie. Daarmee hopen we, en dat kunnen we dan ook heel makkelijk zien. Ja, precies, dat die tumor kleiner wordt. En als hij dat doet, dan laat hij dus zien dat hij gevoelig is voor chemotherapie. Dat kun je zien, dat kun je scannen, dat kun je meten. Daar kun je ook bloedwaardes voor gebruiken misschien. Dan weet je, als die patiënt daar gunstig op reageert op die behandeling, dat die daar een relatief wat betere prognose door krijgt. Als die tumor nu al veilig te opereren is, zal die dat als die kleiner is natuurlijk ook zijn. Dus daar hoeven we het niet voor te doen. Maar we kijken eigenlijk naar wat die tumor doet op de chemotherapie, om een weging te maken, hoe ver is het verstandig om te gaan? Hoe hoog leggen we de lat? Als we zien dat tijdens de chemotherapie die tumor alleen maar doorgroeit, moet je vooral niet gaan opereren. Maar als die heel mooi reageert en de patiënt, ik hoorde iemand zeggen, nou, mijn chemotherapie was geen enkel probleem, dat hoop je altijd maar. Ik ben er altijd weer over verbaasd dat de patiënt bij wie je denkt van, gaat dat wel lukken, inderdaad soms zegt van, nou, geen centje pijn. Je ziet het ook de andere kant natuurlijk. Maar als iemand nog verder ongeschonden in het leven staat, kan hij of zij natuurlijk vaak de behandeling beter aan voor een operatie. Dat is niet de reden om het te doen, dan na een operatie. En voor de operatie kun je zien wat je doet, kun je tijd kopen. Maar veel belangrijker kun je dus het biologisch gedrag van die tumor proberen in kaart te krijgen. En dan geef je de combinatie met chemo en bestraling dan? Nee, in dit geval is dat dan alleen. Heeft dat geen zin? Nee, dat heeft geen toegevoegde waarde. Oké. Nee. En dan kijken we dus of die tumor kleiner wordt op de chemo, door de chemotherapie. Dat betekent dat we dus in ons jargon een respons willen zien, moeten induceren, veroorzaken. En vandaar dat je dat dan ook een inductiebehandeling noemt. Mijn vrouw komt uit Twente, die zegt, jongen, wat doe je toch moeilijk? Jij geeft gewoon KWW-chemotherapie. Ik zeg, nou, dat is interessant, maar vertel even wat je daarmee bedoelt. Kieken wat wordt. Wat wordt? Ja.
En ik vind dat een... Ik hou erg van mijn vrouw en ik hou zeker van dit soort Twentse aforismen. Ik heb dat meegenomen in allerlei discussies die we ook in het ziekenhuis hebben. En ik ben er langzaam maar zeker beroemd en berucht om geworden. Daar heb je Eskes weer met zijn KWW-verhaal. Maar verdraaid, je kunt... Het is maar een beetje een grapje. Maar je kunt met zo'n aforisme heel goed uitduiden wat je bedoeling is. En ik zal dat niet zo tegen mijn patiënten zeggen. Meneer, mevrouw, ik ga voor u vandaag eens even lekker KWW'en. Maar ik kan wel de mensen uitleggen waarom ik het doe. En dan heel soms, als dat gesprek zich ontwikkelt, zeg ik wel eens, nou, mijn Twentse vrouw, enzovoorts. Mag ik daar nog een vraag stellen? Zeker, zeker, heel graag. Als je dus zo'n behandeling gedaan hebt, hè, bij zo'n, nou in dit geval bij die slokdarm. Ja. Je ziet dat die krimpt, je opereert, haalt dat dus weg. Wat betekent dat dan voor het verdere verloop? Zou dat dan ook kunnen betekenen dat je dan verder geen uitzaaiingen meer ziet? Want die patiënt heeft dus aangetoond heel gevoelig te zijn voor die chemo, althans zijn carcinoom. Terwijl je natuurlijk bang bent als het al zo ver uitgegroeid is, dat die ook elders al aanzetten zijn. Is dat uw ervaring, dat het dan ook op de lange termijn betekent dat... Ik wil zeker niet overdreven blijmoedig en optimistisch overkomen. En ik weet dat de ervaring en de leerschool vaak een hele harde is voor mensen met de nek. En ik heb zeker voldoende patiënten gezien bij wie we initieel na die chemotherapie, na dat KWW-verhaal, voorzichtig enthousiast waren, die succesvol geopereerd werden en bij wie de ziekte toch terugkwam. Garanties van een oncoloog vragen is... Je kop in de strop steken. Een nek is en blijft een buitengewoon kwaaie tegenstander. En natuurlijk, je zoekt met alle methodes die je hebt, met die PET-scans, of het nou een gewone of die gallium is, je zoekt zoveel mogelijk argumenten om zo goed mogelijk te weten waar je staat. En we weten natuurlijk allemaal dat er toch iets is wat wij niet kunnen vangen. En de rondfietsende tumorcellen, die er dus al wel zijn, maar die we niet kunnen zien. Ja, dat zijn natuurlijk toch vaak kwaaie rakkers. En helaas weten we dat dat een realistisch gegeven is. Wij kunnen niet alles zien, wij kunnen niet alles vangen, wij kunnen niet alles meten. Dus ondanks dat je constateert dat bij zo'n specifieke patiënt, dat hij heel goed reageert op zo'n chemo, dan kan je daar toch niks zinnigs over zeggen? Dat geldt. Ook dat is weer een hele essentiële vraag die u mij stelt. Als je met elkaar met een behandeling bezig bent. En misschien zijn de dingen die ik zeg voor u heel confronterend. Maar ik realiseer me heel goed wat ik zeg. Als we zien dat het fantastisch kleiner wordt, is iedereen een soort van blij. Als u aan mij dan vraagt, betekent dat dat ik daarmee ook lang of langer leef? Dan moet ik u daar het antwoord op schuldig blijven. Een antitumorrespons door een gegeven behandeling is een hele slechte leidraad voor leef ik echt langer, ja of nee. En dat kunt u zich met dit soort tumoren natuurlijk ook wel voorstellen. Want als het respondeert, als het reageert tijdens de chemotherapie, en hoe kwaaier ze zijn, hoe gevoeliger ze meestal op de korte termijn voor chemotherapie zijn, dat gaat vaak heel snel. Dat haakt weer aan dat verhaal wat ik net zei van die netten graad 3 en die nekken zijn toch hele andere vormen van kanker. Je ziet die slome netten veel minder sterk op de korte termijn reageren op chemotherapie. Sterker nog, een net moet je nooit met chemotherapie behandelen. Een nek reageert vaak indrukwekkend snel. Sterker nog, we weten eigenlijk als je na de eerste kuur niet reageert, moet je niet verder gaan. Maar dat zien we heel weinig, maar nooit nooit. Het reageert vaak heel snel. Maar ja, het is wel de ultieme onkruidziekte. Als je het niet met wortel en tak uitroeit. Nou, u zei net van, hè, als het de eerste chemo niet gereageerd heeft, dat het daarna dan ook niet. Maar meet u tussentijds dan of de chemo al geholpen heeft in het Erasmus of niet? Nou, je kunt bij een nek... kun je een waarde in het bloed soms aantonen, het NSE. Ik weet niet of u dat iets zegt. Ja, niet de NSE. Nee, dat hebben we wel eens over gehad. Hè? Van, goh, is er geen stofje wat je kan volgen? En...
Dus... Weer een hele goede vraag. Want helaas maakt niet iedere nek dat NSE, die tumormerkstof, aan. Meestal wel. En als je hem bij diagnose verhoogd vindt en je gaat bijvoorbeeld die chemotherapie geven, dan kun je hem daar heel goed voor gebruiken. Je kunt het ook doen, maar dat is meer onderzoek, met PET-scans en dergelijke, om dus weer die, hè, wat wij noemen, die levendigheid, die viability noemen we dat in goed Engels, kun je ook wat mee doen. Dat is geen bewezen bewijs, dus klinkt een beetje raar, dat je iets goeds doet, maar het zoekt in feite naar dezelfde weg. Kun je eigenlijk na één kuur al zien dat je zinvol bezig bent? Dat zou je natuurlijk zo graag overtuigend willen weten, om aan de ene kant te zeggen, als het tegenvalt, kom op jongens, tanden op elkaar, laten we het proberen. Maar ook aan de andere kant om te zeggen, jongens, we hebben de indruk dat dit er toch niet gaat worden. Ja, dan kan ik u nog wel 3-4 kuren extra geven, maar dan schiet je er niks mee op. Dat weten we, dat we dat kunnen gebruiken. En als het echt overtuigend linksaf of rechtsaf gaat, dan weet je er voldoende mee. Blijft het een beetje in het midden hangen, ja, dan wordt het natuurlijk weer een beetje onzeker hoeveel waarde je aan zo'n onderzoeksvraagstelling als het ware kunt toekennen. Helpt je dat een beetje? Dat NSC had ik nog niet eerder gehoord. We hadden het over chromogranine gehad. Maar... Ja, maar chromogranine hoort weer veel meer bij de benedenetage. Ja. Bij de netten dan bij de nekken. En ook daarvoor geldt weer, heel soms zie je dat netten NSC aanmaken en nekken chromogranine. Dus het is altijd weer, het kan allemaal. Dat maakt het zo ingewikkeld, hè. Maakt u het ook wel eens mee dat met die chemo zo'n tumor volledig verdwijnt? Ja. Ja? Ja. En wat betekent dat dan voor het verdere verloop? Dat ik hoop dat dat nog beter is dan wanneer die maar een beetje verdwijnt. Oh, ja. Maar dat ik nog steeds... Dat vonden wij ook. Ja. Maar dat ik nog steeds gewoon in alle realiteit heel voorzichtig moet blijven. Kijk, nogmaals, we willen allemaal u nog veel meer dan wij als behandelaren, dat datgene wat we doen het gewenste effect heeft. En als we zien dat een tumor echt zeer, zeer goed reageert. Nogmaals, iedereen natuurlijk wordt voorzichtig, maar wel optimistisch. Nogmaals, at the end of the day is het nog steeds geen garantie dat we het woord genezen erop mogen plakken. Nee. De chemotherapie, kunnen wij eventueel... Ik wil de dia's graag ter beschikking stellen voor de mensen. Dus dan kunt u in ieder geval het nog nalezen, want we raffelden even een beetje doorheen. Gedwongen door mevrouw. Ik leg de schuld gewoon even. Ja. Wat belangrijk is, we hebben eigenlijk op dit moment één vorm van standaard chemotherapie voor een nek. Dat is de platinum en de etoposide. Ik zie een aantal mensen ja knikken. Dat doet het, zoals we al een beetje schetsten, vaak best goed, maar blijft over het algemeen toch een korte termijn investering. We proberen dat natuurlijk te verbeteren en in Nederland met een aantal van de belangrijkste netcentra zijn we bezig om daar een andere studie-invulling voor te geven. In de hoop dat als we zien dat die tumor goed reageert, dat we eventueel daarna met de everolimus het kunnen vasthouden wat we bereikt hebben. Dat zou zo fijn zijn. Dat is een studie die nog steeds loopt waar... Ja, we worden even... Stil! Ja. 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 Ja, wat de standaardbehandeling is in principe de combinatie van cisplatinum of carboplatinum met het medicijn etoposide. Dat is een meestal 4... In bepaalde situaties kun je kijken of je misschien tot 6 kuren gaat. Maar 4 is eigenlijk wel een beetje de manier waarop we er naar kijken. En dan houdt het op. Dan is het klaar. En dan hoop je dat die investering die je hebt gedaan, beklijft. Nou, daarvan weten we dat dat toch niet altijd lukt. Dus het idee van deze studie is enerzijds te kijken, is die combi misschien niets beter dan het ouderwetse etoposide, want uiteindelijk de gegevens waarop we deze behandelingen baseren zijn, dat was die vorige dia, ook niet zo verschrikkelijk uitgebreid.
Dus we zijn gerechtigd om te zoeken naar iets beters. Maar het tweede stuk in deze studie vind ik eigenlijk het belangrijkste. Namelijk, zouden we kunnen aantonen dat het continueren van die everolimus, wat een tablet is, maar vaak wel een vervelende, laat dat wel gezegd zijn, dat als je hebt, als je kunt vasthouden wat je hebt bereikt, of dat misschien beter is dan dat je zegt, het is 4 kuren klaar en nu moeten we gaan wachten. Dat is eigenlijk een beetje de tweede vraagstelling die ons nog wat meer intrigeert dan de eerste. Maar we zijn nog te kort bezig om daar echt wel een heel goed beeld van te hebben. Maar goed, als je niet iets onderzoekt, krijg je nooit een antwoord. Dus we proberen dat op die manier zo goed mogelijk te doen. Iets over het Merkelcel-carcinoom. Dat is een beetje een vormvariant van een neuroendocrine carcinoom. Bijna altijd zit dat in het hoofd-halsgebied. En ik heb hier 2 patiënten die ik recentelijk heb mogen behandelen met een Merkelcel-carcinoom. In essentie kun je zeggen dat voor het Merkelcel-carcinoom de behandeling gelijkwaardig is aan die van het gewone neuroendocrine carcinoom. Opvallend genoeg is er bij het Merkelcel-carcinoom dat er ongeveer 20 gemetastaseerde patiënten per jaar in Nederland omvat. Dus dat is nog zeldzamer. Is er wel wereldwijd 2 studies gedaan met immunotherapie. En daar had ik het aan het begin van mijn presentatie even over. Waarbij je inderdaad kunt zien dat immunotherapie heel goed kan pakken, heel goed kan helpen. Is dat al helemaal standaard? Daar zijn allerlei bewegende panelen op dit moment. De data om te zeggen, de gegevens om te zeggen, immunotherapie is al standaard voor Merkel, zijn ook nog heel beperkt. Feit is dat een Merkelcel-carcinoom vaak ook voorkomt bij mensen op echt gevorderde leeftijd. En ik ben bang dat u een... Toch bent u maar een jong Merkeltje, denk ik. Nee, maar met alle respect. Ja, Merkelcel-carcinoom. Nou, het zit niet zozeer in de lymfklieren als wel in de haarzakjes. Het is eigenlijk een vorm van zweetkliercarcinoom. Ja. Ja. Maar het zit vaak in dit gebied. En nou, dit is een vorm van neuroendocrine carcinoom die goed kan reageren op immunotherapie. Dus dit intrigeert ons natuurlijk wel. Want als we zeggen het Merkelcel-carcinoom is een beetje anders, maar het lijkt erg op een nek. Ja, dan gaat natuurlijk toch op een gegeven moment de vraag naar voren komen. En zou mijn nek dan niet op immunotherapie kunnen gaan reageren? Want immunotherapie, dat is natuurlijk toch iets wat we met z'n allen wel heel interessant en intrigerend en misschien ook wel heel beloftevol vinden. Garanties tot de voordeur. Maar het is natuurlijk wel een stuk wetenschap waar we natuurlijk ongelooflijk hard mee aan het werk zijn, wereldwijd. Nou, en ook inderdaad, voor het neuroendocrine carcinoom wordt er wel degelijk in studieverband gekeken naar de toegevoegde waarde van immunotherapie. Nou, dit zijn allemaal dia's over hoe weinig patiënten er zijn, over welke gegevens we hebben bij dat Merkelcel-carcinoom. Soms heb je wel eens het idee dat hoe zeldzamer de tumor is, hoe meer middelen we er soms voor willen ontwikkelen. We moeten ook wel een beetje de dingen, vind ik, steeds in het goede kader blijven zien. Maar dit soort manieren om weer te geven dat... Even kijken, waar zitten we? Is mijn... iedere keer krijg ik die muis niet goed in beeld. Oh ja, hier is die. Dit is de nullijn en dit is het aantal mensen bij wie de tumor dan groter wordt door de behandeling. En dit is het aantal mensen bij wie de tumor soms aanzienlijk, 100% zelfs, kleiner wordt. Ja, dan lijkt het wel dat deze groep aanzienlijk groter is dan deze groep. Dit zijn allemaal individuele observaties. Maar het ziet er natuurlijk wel interessant uit. Voor een tumor die toch ook wel een kwaai is. Gezien de tijd. Dit heb ik denk ik een beetje gezegd. Aantal vragen nog, maar misschien dat het belangrijker is in plaats van te refereren aan de vragen die ik eerder heb gekregen. Eigenlijk met name nog even u allen aan te kijken en te vragen of er van uw kant uit
nog andere dingen zijn die u misschien had verwacht te horen van mij vanmiddag? Dingen die nog niet helder genoeg zijn geworden? Ja, ik heb wel een vraag. Als je nou wel al chemotherapie hebt gehad en een tijd later blijkt toch terug te komen, kan je dan ook nog immunotherapie krijgen? Dank u wel. Weer een hele goede vraag. Maar al uw vragen zijn natuurlijk ingegeven door uw eigen ervaringen en uw eigen drijfveren. Het antwoord is ja. Op dit moment, ik ben een eigenwijze oncoloog, op dit moment denk ik dat als je chemotherapie kunt geven aan iemand met een Merkelcelcarcinoom, dat chemotherapie nog steeds een buitengewoon goede optie is. Sterker nog, die immunotherapie werd in eerste instantie alleen gegeven aan mensen met een Merkelcelcarcinoom als ze al eerder chemotherapie hadden gehad. Een tweede lijns behandeling. Maar omdat ze zagen dat die immunotherapie natuurlijk toch vaak wat makkelijker te geven is dan de chemotherapie, zijn ze eigenlijk na 50 patiënten wereldwijd het al stiekem een beetje in de eerste lijn gaan geven. Omdat ze zeiden, ja, als het in de tweede lijn helpt, dan zal het waarschijnlijk in de eerste lijn ook wel helpen. En dat bleek ook zo te zijn. Het is niet helemaal duidelijk of de tweede lijn slechter of beter reageert dan de eerste. Of andersom. Kleine aantallen kan je niks van zeggen. Als je iemand hebt bij wie je echt vindt of denkt, chemotherapie is niet een realistische optie, kun je het in de eerste lijn geven. Heeft iemand chemotherapie gehad? Komt de ziekte terug? Kun je op dat moment een afweging maken of je hetzij de chemotherapie nog een keer teruggeeft? Stel dat het heel goed ging en het had hartstikke goed gereageerd, moet je nooit kinderen in het badwater stoppen en weg laten lopen. Maar als je ziet van, jongens, na de chemotherapie komt het hartstikke snel terug, we voelen met elkaar aan dat het niet zinvol is om het nog een keer te gaan geven, het is alleen maar een korte termijnwinst geweest, dan zou avelumab, zo heet dat medicijn dan, een hele goede behandeling kunnen zijn. Kunnen zijn voor iemand met een Merkelcelcarcinoom. En de patiënt die ik u hier liet zien, was een patiënt waar mijn collega's, ik ben de omstandigheden even een periode uit bedrijf geweest, zich aanvankelijk erg veel zorgen over maakte, want het was natuurlijk een vervelende plek waar de patiënt ook veel last van heeft gehad. En pas na ongeveer een week of 8 à 10, na 4 tot 5 toedieningen, toen in één keer zag je, hey, nou wordt hij in één keer heel snel kleiner. Immunotherapie moet je niet geven omdat het vandaag zaterdag 3:45 is en je zondag al wil zien dat het heel snel werkt. Heeft vaak wat meer tijd nodig. Maar kan op de lange termijn, en dat is natuurlijk allemaal waar u op hoopt, als het het doet, kan het vaak heel lang blijven bestaan. En dat is natuurlijk voor een kleine groep patiënten. En als je naar dit soort curves kijkt, dan zie je inderdaad hier dat er een beperkt aantal mensen is in deze studie bij wie je ziet dat het echt lang aanhoudt. Ja, daar zit de grote winst van immunotherapie. Er zijn er genoeg, laten we daar eerlijk in zijn, bij wie het niet of maar heel kort werkt. Maar er zit altijd een soort happy few bij. En we kunnen nog steeds niet goed genoeg voorspellen wie dat is, wie dat wordt. Maar bij wie je ziet dat bijvoorbeeld immunotherapie geldt in zijn algemeenheid heel lang heel goed kan werken. Ongeveer 20% als een soort ruwe schatting van mensen die immunotherapie krijgen, ongeacht hun indicatie, hebben daar echt zeer langdurig benefit van. 4 van de 5, 80%. Helaas dus niet. Als die chemo, die eerste chemo niet geholpen heeft, hè, die cisplatin met etoposide. Ja. Kan je dan ook nog de chemo met die andere medicijnen? Van die studie van ons? Ja. Bedoelde u die? Die ja. Everolimus? Nee, dat kunnen we niet in de tweede lijn doen. Die studie is alleen maar voor mensen die niet eerder een behandeling hebben gehad. Okay. Dat is de afspraak die we daarover gemaakt hebben. Het
dat is de afspraak, of is het dan ook zo bewezen dat het niet kan? Nou, of is dat, is het bewezen niet... is er in een studie natuurlijk nog nee. niks. Ja, is het lichamelijk niet te verdragen dan dat je zo'n tweede... We moeten altijd, als we een studie ontwikkelen, moeten we daar van tevoren heel duidelijk afspraken over maken. Wie komt voor die studie in aanmerking? Ja, en de afspraak die we met de verschillende centra gemaakt hebben, is dat we dit op dit moment alleen maar als eerste lijns behandeling in studieverband kunnen doen. Ja. Dus ik geloof dat heel cru de vraag is, zou u daarvoor in aanmerking komen? Dan moet het antwoord daarin op dit moment dus nee zijn. Nog andere zaken vanuit uw hart en uit uw hoofd. Zo niet, dan in ieder geval heel hartelijk dank voor deze met name hele interactieve bijeenkomst. Ik vind dat veel leuker. Die dia's van mij, die kunnen we gestolen krijgen. Ik hoop dat ik op deze manier goed met u samen toch een aantal dingen heb kunnen belichten. Dank u wel. Dank u wel.